En we kijken uit naar de IJsselderby. Go Ahead is gepromoveerd, dus we krijgen weer de wedstrijd tussen Go Ahead en PEC Zwolle. Dat is natuurlijk mooi. Daarnaast gaan we de topwedstrijden vlak voor het einde van de eerste seizoenshelft en de tweede seizoenshelft krijgen. Dus we spelen de allerlaatste wedstrijd voor de winterstop. Ajax PSV 16:45 en de speelronde 32 PSV Ajax. En last but not least, we krijgen heel veel spanning in de Jupiler League omdat daar ook gedegradeerd kan worden. En dat belooft natuurlijk een heel spannend seizoen te worden, wat goed is voor alle voetballiefhebbers. En nou, laat me komen dat nieuwe seizoen.